Machines maken de menselijke ambachtelijkheid steeds meer overbodig. Maar zullen machines ons ooit overtreffen in musicaliteit? In Gent bouwt Godfried Willem Raes met de stichting Logos al enkele jaren robots die akoestisch instrumenten bespelen. Is de grootste pianovirtuoos op aarde nu al een machine in plaats van een mens? Het is alsof je een pianist zou hebben die 88 vingers heeft. Bovendien niet alleen dat, want dat zou alleen maar gewoon door de massa het overtreffen zijn van de mens, maar er is iets helemaal anders aan. Kijk, als wij met onze hand ons vingers duwen, dan kunnen we wel zo hier een beetje naar en daar, maar wij kunnen niet met elke vinger met een gestuurde, regelbare kracht een toets indrukken. Dat kunnen wij nooit. Je kunt hier niet heel zachtjes, hier zeer hard, hier middelmatig en daar. Dat kunnen we niet. Maar die vingertjes zijn allemaal, alle 88, volkomen autonoom. En kunnen aan een perfect regelbare kracht die toetsen naar beneden doen, waardoor je nuanceringen kunt krijgen die voor een pianist nooit zullen haalbaar zijn. Naast deze player piano heeft Godfried reeds een heel ensemble van zo'n 25 automaten gebouwd. Mijn bedoeling, mijn statement met dit orkest is alle geluiden zuiver akoestisch te maken onder strenge elektronische controle. Zodat je naar elk geluid echt fysisch op zoek kan. Er is niks virtueel in dit hele orkest. Deze machines ooit de klassiek geschoolde muzikanten vervangen. Ik denk dat er absoluut geen toekomst is voor het métier van muzikanten in klassiek opzicht. Want weet je, het grote probleem is, machines worden altijd beter als je eraan sleutelt. Elke nieuwe generatie processoren is sneller, is capabeler. Je kunt altijd met die mechanica verfijnen en verder preciseringen toevoegen. Wij onnozele mensen, wij worden niet beter. Absoluut niet. Onze spieren worden niet rapper, we gaan niet rapper denken, we krijgen niet meer hersenen, niks daarvan. Wij blijven constant, de machines gaan vooruit. U kunt zelf een oordeel vellen over de musicaliteit van deze automaten tijdens een van de vele voorstellingen in de Logos Tetraeder. Meer info en concertdata vind je op de website www.logosfoundation.org.